plak je een band, welke soort fietsen zijn er en hoe ben je verkeersveilig? Dat en meer kwam zaterdagmiddag op Fietswerelddag aan bod tijdens het fietsfestival in Wassenaar. Deze werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en vond plaats bij het Deilerhuis. Ja, we hebben vandaag in Wassenaar een fietsfestival voor jong en oud. Dus we hebben hier achter mij zijn de kinderen aan het stunten op het kinderstuntparcours. Maar we hebben ook e-bike training voor ouderen en een cursus fietsonderhoud. En driewielers en vierwielers. Dus eigenlijk staat vandaag vanochtend in Wassenaar de fietscentraal. Het fietsfestival laat de bezoeker het plezier van fietsen zien en informeert vooral over de mogelijkheden in de fietswereld. Nou, we hebben bijvoorbeeld dat je als je wat ouder bent en je de balans vind je moeilijk, dat je dan prima op een drie- of een vierwieler kan fietsen. Of als jij kiest voor een e-bike, wat er eigenlijk voor nodig is om dan veilig op een e-bike te kunnen blijven fietsen. Dus nou, daar willen we mensen bij helpen en faciliteren en tegelijkertijd ook gewoon iets leuks van maken. Fietsen gebeurt natuurlijk het liefst in een fietsveilige omgeving. Volgens wethouder Koetsier zit dat in Wassenaar wel goed. Maar er zijn nog enkele knelpunten waaraan gewerkt wordt. Wassenaar is fietsveilig. Wassenaar is een ontzettende fietsgemeente. Het is een hele grote gemeente met veel fietspaden. Zijn er knelpunten in Wassenaar? Het antwoord is ja. En dat is zeker zo als het donker is, als het regent. Als mensen toch meer in de auto gaan zitten. Dan zijn er her en der wel wat knelpunten. Een van de knelpunten is het Rozenplein. En daar kreeg ik vanmorgen een berichtje over. We hebben de stoplichten veranderd op de Rijksstraatweg. En daar loopt nu, het Rozenplein loopt nu leeg, waardoor er geen opstoppingen meer zijn en een stuk veiliger voor de fietsers is geworden. En daar ben ik ontzettend blij mee. En ik denk heel veel fietsers die daar elke moment overheen gaan ook. Dankzij het succes van dit jaar zal het fietsfestival volgend jaar weer terugkomen. Jazeker, ja, al is het is vandaag Wereldfietsdag. Dus 3 juni is en dat valt op de zaterdag, dus dat valt helemaal perfect. Dus we gaan kijken of we volgend jaar weer op Wereldfietsdag of er rondomheen weer een fietsfestival kunnen organiseren.